is vandaag alweer woensdag 27 december en het is nu 10 uur. Dat kunnen jullie ook wel zien. Ik heb zo mega veel zin in vandaag. Vandaag is eigenlijk voor ons een soort derde kerstdag. Ik weet dat sommigen dat ook wel meer doen. Maar wij hebben vandaag dus onze derde kerstdag. En ik heb er heel veel zin in. Wij gaan namelijk vandaag met het gezin en ook de aanhang naar de Winter Efteling. Dit is eigenlijk een soort traditie die we ieder jaar doen. Vorig jaar heb ik jullie ook meegenomen. Toen wij ons dagje naar de Efteling gingen. En toen gingen wij volgens mij op de dag van kerstavond. Maar nu dus een paar dagen later. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd of het druk wordt. Hoe het er allemaal weer uitziet. Want de Winter Efteling is altijd echt zoveel leuker dan de echte Efteling of zeg maar de normale Efteling. Want het is gewoon heel gezellig en cozy en helemaal winter kerst vibes. Dus dat is altijd heel erg leuk. En ze hebben ook allemaal leuke lekkere snackies. Ik ga nu ook een TikTok filmen denk ik. Met dat we allemaal lekkere dingetjes gaan proberen daar. En dat ik die ga raten zeg maar. Dat is wel heel erg leuk. Maar ik neem jullie vandaag gezellig mee. We gaan ook weer gewoon een beetje ja, op tijd naar huis wil ik niet per se zeggen. Maar we gaan gewoon naar huis wanneer we het gezien hebben. En dan gaan we wel gewoon thuis eten. We gaan gourmetten. Dus dat kan natuurlijk rond een uur of 8. Kan ook rond een uur of 9, kan ook rond een uur of 5. Dus dat is wel heel erg fijn. We hebben daarvoor alle dingetjes ook al in huis. En we gaan in de avond ook nog spelletjes doen denk ik. En cadeautjes uitpakken. Natuurlijk ook een van de leukere dingen. Maar daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik hoop dat je er zin in hebt. Doe zeker je duimpje omhoog als je er zin in hebt. Vergeet je niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan gaan we nu snel met het gezin naar de Winter Efteling. Nou, wij zijn aangekomen bij de Efteling. We hebben de auto dus nu moeten parkeren bij een andere plek als normaal. Dus we lopen echt letterlijk met heel een stoet mensen naar zeg maar de ingang. Dat is dus daar. En normaal sta je eigenlijk op de parkeerplaats die er al voor is. Dus dan hoef je niet zo heel ver te lopen. Maar nu is het wel iets verder. Zoals je kan zien is het best wel druk. En ook hierachter is best wel druk. Nou, we zijn er eindelijk. Dit is dus de ingang. Zoals je kan zien zijn er wel wat mensen. Iedereen ook leuke foto's aan het maken is. Maar wij gaan dus nu ook even in de rij staan. Tickets hadden we natuurlijk van tevoren al gekocht. Maar nu gaan we lekker naar binnen. Nou, wij zijn weer binnen, zoals je kan zien. Kijk, we lopen nou daar achter weer heen. Daar heb je namelijk de Fata Morgana. En zo volgens mij willen we wel eerst even naar de wc weer. Maar we zijn binnen. En het ziet er echt al mega leuk uit. Dus ik zal het jullie ook even laten zien. Maar het is heel erg leuk en gezellig. Dus we hebben er echt heel veel zin in. Nou, we zijn heel even naar de wc gegaan bij zeg maar het pleintje waar ook de Fata Morgana is. Maar daar is nu een rij van 40 minuten. Het is wel echt veel drukker dan vorig jaar. Maar dat hadden we natuurlijk ook wel een beetje kunnen verwachten. Maar we zijn nu een beetje bij een pleintje waar je ook allemaal lekker kan eten. En daar is ook de Max en Moritz. Daar heb ik vorig jaar ook gefilmd. Maar hier kun je dus allemaal lekker eten en drinken. Helemaal leuk is het hier en gezellig. Maar ik heb geen idee waar wij nu naartoe gaan. Ik denk naar de Baron of wat andere, wat meer attracties zeg maar. Maar we gaan dus niet als allereerste naar de Fata Morgana. Wat we meestal wel doen, maar nu niet. Dus nu volg ik de rest en dan zien we wel waar we heen gaan. Kijk, hier is de Max en Moritz. Dit is ook de rij. Dus ook best wel een lange rij, zoals je kan zien. En daar zijn ze iets nieuws aan het bouwen. Ik weet niet wat dat precies wordt. En hier heb je de piranha's. Maar die zijn volgens mij nu dicht. Want die zijn ze zeg maar aan het verbouwen. Maar ik denk ook niet dat iemand nu in de piranha's wil. Want dat is natuurlijk best wel frisjes. En jullie zien het al jongens. Maar daar heb je dus weer de Unox kraam. En dat is zo lekker. Dat gaan we sowieso ook in de middag denk ik eten. Super lekker. Maar kijk, dit staat helemaal in de steigers, de piranha's. Dus daar kun je nu niet in. En daar heb je de Baron. Nou, plannen zijn veranderd. We konden het niet weer staan. Dus waar staan we? Nu al bij de Unox. Dat wordt gewoon het allereerste wat we gaan doen. Maar dit is echt grappig. Maar het is wel heel lekker. Maar ja, we gaan even kijken wat we nemen. Dan gaan we dat even eten. Nou, we hebben hier een broodje. Ik ben ook dus een TikTok aan het filmen met alles wat we vandaag hier eten. Om dat zeg maar te raten. Dus ik moet hier heel erg graag filmpjes maken. Het ziet er echt super lekker uit. En dit keer heb ik dus ook voor Unox saus gekozen. En normaal doe ik dat eigenlijk niet. Kun jij even filmen als ik hem opneem? Oh, hij is zo lekker. En die Unox saus is ook echt lekker. Dit is echt gewoon... Dit moet je gewoon nemen als je hier bent. En normaal vroeger kreeg je hier ook een muts bij en zo. En handschoenen. Maar dat doen ze nu niet meer. Echt heel lekker. Echt een aanrader. Nou, broodje Unox zit erin en we gaan nu naar de Barbecue. Volgens mij was de rij nu niet zo heel lang en we zijn er nu toch, dus dan gaan we er nu maar gewoon gelijk in. Ja, de rij is denk ik wel lang, maar dat maakt niet uit, het is zo druk. Dus wij gaan nu, kijk, erin. Kijk, hier is eigenlijk pas dat je erin komt. Hier is hij nu net. Dus hier kom je eigenlijk pas net erin. En dan heb je hiervoor dadelijk helemaal de rij waar je eigenlijk op moet wachten. Dus daar gaan wij nu even kijken. Kijk hier. Daar gaan we het doen. Ja, toch? Ja. Nou, het is 55 minuten. Oh, meeting! Nou, we zitten er nu echt middenin. Je hebt hier, moet je helemaal naar daar lopen. Daar, en dan ben je dus hier, maar je moet eigenlijk weer uiteindelijk helemaal naar voren lopen. Dus we moeten nog wel even. Hé, hey, daar is hij. Maar wel heel leuk, kijk. We zijn eindelijk weer bij het begin, zoals je kan zien. Dit is de single rider, dit is voor de eerste rij. Wij staan nu namelijk in de rij voor de tweede en de derde rij. We zijn bijna aan de beurt, eindelijk. We hebben echt lang gewacht. Kijk, hier komt hij ook aan. En hier krijg je dan een ticket en dan kun je dadelijk door. Ja, dank u wel. Nou, we komen er net uit. We hebben wel echt volgens mij 55 minuten moeten wachten, maar het was echt mega leuk. Dit is echt een van de leukste attracties die ze hier hebben. Ik wil hem dadelijk even laten zien als zeg maar een karretje komt, zodat ik hem kan laten zien van de bovenkant hoe het eruit ziet. Maar het is echt niet normaal, vooral die vrije vorm. Maar het is echt een hele leuke attractie, dus zeker een aanrader en ook de moeite waard om gewoon even op te wachten. Want ja, het is wel lang, maar ja, kijk, daar komt hij. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk, nou komt hij van daar, helemaal daar. En dan hier staat hij dadelijk ook even stil. En dan hang je dus echt letterlijk zo erboven. En dat is echt ziek eng. Kijk, oh my god. Hier hangt hij dan. En dan 3, 2, 1, hoppa. Kijk. En dan kom je hier en dan ga je gelijk over de kop. En dan kom je zo. We gaan nu door naar de volgende attractie en ik denk dat dat deze wordt. Maar ik denk dat het ook een beetje ligt aan de tijd en zo. Want het is nu al iets van 1:15. Dus het is al best wel laat eigenlijk. Want we waren hier rond een uurtje of 11 denk ik. Iets later misschien. En dit is echt mijn favoriete attractie. De Vliegende Hollander. Kijk, hier heb je ook Joris en het Raak. Dit is dus de Vliegende Hollander. Die gaat dus nog in het water. En je hebt hier ook nog de Python. Die is ook heel leuk. Nou, dit is dus de rij voor de Vliegende Hollander. En vorig jaar konden wij ook gewoon letterlijk meteen naar binnen lopen. Dus nu is het wel lang. Als het goed is, 40 minuten. Hoeveel? 35. Oh, 35. Hoe kom jij opeens bij 90? Gekkie. Het is maar 35. Nou, dat is echt niet zo lang. Dus we gaan er maar voor. Kijk. Het is goed. Nou, we hebben weer heel even snel wat gegeten. Dion en ik hadden allebei een echt soepje. En we zijn nu weer bij een plek waar het echt mega druk is. Zoals je wel kan zien, je hebt hier dus de vogelrok. En die is trouwens vooral... Oh, dit ziet er heel apart uit. Dit zijn ze aan het verbouwen, denk ik. En je hebt dan daar ook nog de carnaval. En ik heb geen idee wat wij gaan doen. Oh, dit is wel lang. Kijk maar, de rij voor de vogelrok staat hier buiten. En maar die van de carnaval staat ook buiten, dus ja... Het is maar net waar je in wil. Nou, we gaan niet in die attracties, maar we gaan nu even naar echt het winterfestijn. Zoals je kan zien, het ziet er ook heel leuk uit. En ze zijn daar ook live aan het optreden, wat je wel kan horen, denk ik. Heel leuk. Kijk, dit is echt Efteling, jongens. Kijk een beetje in het schatje. Nou, we hebben heel veel wat bloewijn gehaald. Kijk, ouders hebben ook. Lekker. Nou, we komen net uit de droomvlucht. Daar hebben we echt lang moeten wachten. Dus nu hebben we allemaal lekker zo'n aardappeldingetje. Kijk. Allemaal lekker, dus dan gaan we nu even opeten. En mama liet er eentje van sad. But now I Het is alweer de volgende dag. Het is vandaag donderdag 28 december en het is nu ongeveer 1 uur geweest. Gisteren was echt een mega gezellige dag. We zijn dus als allereerste naar de Winter Efteling gegaan. Het was wel echt wat drukker dan vorig jaar. Vorig jaar waren we kerstavond gegaan, die dag zeg maar. En toen was er echt gewoon niemand. Toen was er echt amper een wachtrij en nu was de wachtrij bijna bij iedere attractie ongeveer 50 minuten tot een uur. Dus dat is best wel lang. We hebben ook maar 4 attracties gehad en dat is eigenlijk echt heel weinig. Vooral ja, omdat we er echt wel om 11 uur ongeveer waren. Dus ja, dat was wel een beetje jammer. Maar het is wel heel erg leuk om naar de Winter Efteling te gaan. Vooral de vibe en de sfeer daar is gewoon heel erg leuk. Dus dat was heel gezellig. En daarna zijn we naar huis gegaan en hebben we gegourmet. Wat ook heerlijk was. Mijn ouders hadden super lekkere dingetjes gehaald. En het was gewoon heel gezellig met z'n allen gourmetten. Dat heb ik ook echt zo lang niet meer gedaan. Echt jaren niet meer. Dus het was ook echt heel leuk. Let trouwens niet op mijn haar. Ik weet het. Het ziet er niet uit. Het is vettig. Ik moet het wassen. Maar dat ga ik vanavond doen. En we hadden natuurlijk ook nog in de avond cadeautjes gedaan. En ook waren mijn opa en oma nog even langsgekomen. Want die hadden we ook nog niet gezien met kerst. Dus dat was heel gezellig dat we er ook bij waren. Hadden we samen even een toetje gegeten en dus cadeautjes uitgepakt. Maar ik dacht misschien is het leuk om even een soort What I Got For Christmas. Om dat te laten zien zeg maar. Want ik heb echt hele leuke cadeautjes gekregen. Van ja, Jesse, van Sterren, van Morris. Heb ik ook echt een heel leuk cadeautje gekregen. En natuurlijk ook van mijn ouders. En daar ben ik heel blij mee. Heel dankbaar voor. Dus ik maak dit echt niet om op te scheppen met wat ik heb gekregen. Ik ben er echt heel blij mee. Dat moeten jullie ook echt weten. Wij doen eigenlijk echt nooit cadeautjes voor elkaar kopen. Dus dit was ook heel erg leuk om te doen. Ik vond het ook heel erg leuk om cadeautjes te geven aan mijn ouders en aan mijn broertjes en mijn zusjes. Dus dat was heel erg leuk. Maar ik zal jullie even laten zien wat ik heb gekregen voor kerst. Ik ga beginnen met hetgene wat ik van Morris heb gekregen. Ik heb namelijk van hem zo'n Ariana Grande minietjes gekregen. Dit is dus een set met 3 mini parfums van Ariana Grande. Op de achterkant staan ze er al op. Maar hoe leuk is überhaupt deze verpakking? Dit is toch schattig, zo'n snoepje. Ik wil zeggen, ik heb hem al opengemaakt aan één kant, want ik moest natuurlijk even ruiken. En Ariana Grande is echt mijn favoriete parfums. Ik hou van haar parfums. Ik heb er ook echt al een aantal gehad van haar. Even kijken. Maar kijk, er zitten dus 3 minis in. Ik heb van deze echt letterlijk al 3 grote verpakkingen opgemaakt. Hetzelfde geldt voor deze. Dus ik wist wel hoe deze roken. Deze 2 zijn echt mega zoet, maar super lekker. En dan heb je dit geurtje en die kende ik nog niet. Dit is blijkbaar Rem van Ariana Grande. En die ruikt heel erg fris vergeleken met deze 2. Maar ze ruiken echt allemaal heel lekker. En daar ben ik heel erg blij mee. Dan ga ik even door met 2 cadeautjes die ik van Sterren heb gekregen. Nee, ik heb trouwens 3 cadeautjes van Sterren gekregen. Wacht. 3 cadeautjes van Sterren. Ik heb als allereerste van haar deze stickertjes gekregen. Volgens mij heeft zij deze besteld op Temu, dacht ik. Daar had ze namelijk ook wat cadeautjes gekocht voor Jesse. Maar dit vind ik zo'n lief cadeau. Dat ze hier gewoon zo over nadenkt. Maar ze zei van, het is een kleinigheidje, zei ze. En ik was hier ook al blij mee als dit gewoon net cadeau was geweest. Want dit is super lief. Maar ze zei, kun je die gebruiken voor op je vision board. En dit zijn dus allemaal van die aesthetically pleasing stickertjes. Ik heb ze ook nog niet allemaal gekeken hoor. Maar hoe leuk ziet dit eruit? Dit zijn toch schattige stickertjes. Hier ook een lipstickje volgens mij. Nou jongens, dit is helemaal leuk. Dan kunnen jullie het al zien. MAC Pink Jellar. En dit zat echt super leuk ingepakt. Ze had het ook nog in een tasje gedaan. Maar dit is dus een nagellakje. Namelijk in dit kleurtje. Het is echt zo'n mooi taupe-achtig nude kleurtje. Super mooi. En dan als laatste van Sterren nog iets van de Douglas. En hier ben ik ook echt zo mega blij mee. Niet normaal. Het is namelijk van Sol de Janeiro eindelijk een body lotion. Dit is dus de roze verpakking. Hij ziet er echt super mooi uit. Kijk hoe leuk ziet hij eruit. En hij ruikt ook echt heerlijk. Oh ja, dan heel erg leuk. Maar ik had van mijn zus 3 boeken gekregen. En ik had helaas alle 3 de boeken al. Dus dat was heel erg jammer. Maar ik waardeer het zo erg dat zij voor mij gewoon boeken heeft uitgekozen. Dat vind ik zo lief. Het waren 3 boeken van Colleen Hoover. Maar ik heb letterlijk al zoveel boeken van haar. Maar dat kon Jesse natuurlijk ook helemaal niet weten. Dus ik vond het heel lief dat zij voor mij boeken wilde kopen. Maar die ga ik vandaag even terugbrengen voor haar, zodat die even geretourneerd kunnen worden. Want het is natuurlijk zonde. Ik heb er ook niks van aan. Ik heb die boeken al gelezen, maar ik vind het wel heel lief. Maar ik krijg van haar dus nog nieuwe boeken. Die mag ik zelf uitkiezen nog. Maar ik ben er wel heel dankbaar voor. En ik vind het idee heel lief dat ze voor mij boeken wilden uitkiezen. In plaats van een boekenbon geven. Want dat maakt het toch net wat persoonlijker. Maar ja, dat wilde ik ook even zeggen. Maar ik heb van Jesse dus boeken gekregen. En dan heb ik dus nog wat cadeautjes van mijn ouders gekregen. Oh ja, het allereerste cadeau wat ik ook kreeg in de avond was een boekenlegger. En deze is mooi. Och, ik ben helemaal verliefd op deze. Ik vind hem echt prachtig. En ik heb nog helemaal niet zo'n boekenlegger. Ik heb gewoon alleen maar die, zeg maar, papieren die je gewoon krijgt in de boekenwinkel. Maar deze is echt prachtig. Oh my god, jullie willen niet weten hoe blij ik hiervan werd. Ik vind dit zo mooi. Ik had er zelf ook helemaal niet aan gedacht om een boeklegger of zo te vragen of überhaupt te geven. Dus dit vond ik heel erg lief. Van mijn ouders heb ik deze dus gekregen. En ik heb van hun ook een boekenbon gekregen. Dus daar kan ik binnenkort lekker veel boeken van gaan shoppen. Want ja, dat is heel erg leuk en heel erg lief. Dus dat heb ik van hun gekregen. En ik heb van mijn ouders ook nog een tas gekregen. Dat is namelijk deze. Van Calvin Klein. Dat is wel heel grappig. Want ik draag best wel vaak dat rode tasje van Calvin Klein. Maar die is helemaal een beetje kapot gegaan. En mijn moeder zegt echt al zo lang van Zenna, koop nou eens een nieuwe tas. En ik doe dat maar steeds niet. Dus mijn moeder is zelf maar op pad gegaan. En heeft voor mij deze tas uitgekozen. Ook weer dus van Calvin Klein. Met hier ook allemaal kleine logootje erop van Calvin Klein. En het is gewoon een hele leuke tas. Hij is gewoon lekker groot. Dus mijn camera past er ook in. 2 vakjes. Dus dat is echt ideaal. Kun je ook nog een beetje organiseren. Ik heb wel nog wat kaartjes en zo eraan zitten. Maar dat moet ik er zo even allemaal afhalen. Maar super chill. Dus hier past lekker veel in. En ik vind het gewoon leuk dat je hem crossbody kan dragen. En dan kun je hem gewoon zo omdoen. Gewoon lekker wat korter. Dat vind ik helemaal leuk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En dat is alles wat ik heb gekregen voor kerst. Ik ben er nogmaals heel erg blij mee. Maar dat weten jullie nu ondertussen denk ik ook wel. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie kerst is geweest. Hebben jullie cadeautjes uitgepakt? Wat heb jij gekregen? Laat me dat ook zeker weten hieronder in de reacties. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. En dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Dus laat me dat zeker weten. Zelf heb ik een hele leuke kerst gehad. Super gezellig met iedereen, heel de familie, het gezin, met Dion's familie. Dus het was super gezellig. Ik hoop dat jij ook een hele leuke kerst hebt gehad. En dan ga ik bij deze de kerstvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vond je hem leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dat waardeer ik namelijk mega erg. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn nieuwe video's. Doei!